what you see is what you get. We beloven dingen. Die beloftes die komen we dus altijd na, no matter what. Als ik daarnaar kijk, denk van, jezus. Kun je het met mensen onder maken, zulke dingen. Je krijgt het gewoon voor elkaar, weet je wel. Kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en alles binnen een redelijk prijsniveau. Een staalkabel, dat doe je niet alleen af met een diameter, maar ook met een constructie. En daar hebben we heel veel varianten van hier voorraad. Dan gaan die dingen weer de deur uit, weet je wel. Dan denk ik van, zeg, wat hebben wij gemaakt? Met z'n allen, super. Hendrik Vedergroep bestaat uit een aantal ondernemingen. We hebben gekozen binnen de groep door de distributie van de staalkabel en de services te spreiden via twee merknamen. Hendrik Veder en Ropecup. En daarnaast hebben we ook touwproduct Van der Lee. Dus we werken met drie merknamen. Daarnaast hebben we de keuze uit de service en de dienstverlening naar de eindverbruikersmarkt via Hendrik Veder. En Ropecup is wholesale. De klanten zitten eigenlijk over heel Europa, zo niet de hele wereld. Desondanks presenteren wij ons toch als Europese onderneming met de hoofdvestigingsplaats in Nederland. Om de markt goed te kunnen bedienen hebben wij in Europa een aantal vestigingen. In Polen, in Schotland, in Engeland, in Frankrijk, in Duitsland. De klanten van de Hendrik Vedergroep, dat is over verschillende industrieën verspreid. In eerste instantie denken we direct aan de maritieme wereld, de offshore. Maar daarnaast zijn we een grote leverancier voor industrieën zoals de houtindustrie, voor control cables, automotive. Eigenlijk heel veel industrieën waarvan je niet direct de relatie zou leggen met staalkabel. Waaronder ook bijvoorbeeld de agrarische wereld. Het vakmanschap wat ik heb meegekregen is van die oude lui die hier al liepen, die oude riggers, zeg maar. Het is geen vak wat je kan leren op school, het is een ambacht. Dus in eerste instantie praat je over, heel raar gezegd, maar van vader op zoon. Je leert het dus inderdaad vanaf beneden en je groeit zo langzamerhand omhoog. Klanten komen echt met vragen naar ons met betrekking tot projecten. Waarvan ze iets hebben van, god, we weten niet of dat gaat lukken. Hendrik Veder, met jullie expertise op het gebied van lifting, kunnen jullie ons helpen in research and development? Als je dan inderdaad kan zorgen dat je na het research and developen het daadwerkelijk gaat ontwikkelen en daarmee gaat produceren, ja, dat geeft natuurlijk een euforisch gevoel. Het bijzondere van de Hendrik Veder Groep is sowieso als groep het totaalplaatje van het snel en accuraat leveren van de diensten. En de diensten praten we dus over alles gerelateerd aan staalkabel en hijs- en hefmiddelen. What you see is what you get. We beloven dingen. Die beloftes die komen we dus altijd na, no matter what. Dat is gewoon een enorme kracht. Kwaliteitswaarborging dat is sowieso al met het binnenkomen van de goederen. De goederen die komen altijd volledig onder klassificatiebureaus binnen, dus volledig beproefd en gekeurd. Daarmee komt het hier naar binnen, worden calculaties aan de hand gemaakt. We hebben natuurlijk een heel stevig QA-systeem. Nou, daar waarborgen we het mee en de grote kracht voor ons is om te zorgen dat we het kunnen blijven waarborgen. En daarmee proberen op een hoger vlak te krijgen. We zijn hier bij Ropecup, dat is het hoofdmagazijn waar de bulk van de goederen binnenkomen. Haspels tot 7 ton lossen we hier. De grotere haspels die worden op Moerdijk gelost. Hier lossen we dagelijks een 60 ton kabel en we laden ook weer een 60 ton kabel. Een leek die ziet het niet, die zegt meestal ja, een staalkabel 16 mm dik, maar zo werkt het niet. Je hebt heel veel constructies en varianten die allemaal eigen toepassingen hebben. Dus een staalkabel, dat doe je niet alleen af met een diameter, maar ook met een constructie. En daar hebben we heel veel varianten van hier op voorraad. We zijn hier op de vestiging in Moerdijk. Hier vindt voornamelijk opslag van staalkabel en afwerking van staalkabel tot eindproducten. Daarnaast is het een locatie met de mogelijkheid om testen uit te voeren. Wij hebben hier een trekbank staan,
Dat is de grootste in zijn soort in Europa. Het is een apparaat wat je kan gebruiken voor het testen van staalkabel, accessoires. En dan voornamelijk ten behoeve van classificatiebureaus. En dat is een dagelijks gebruik van deze machine. Locatie Rotterdam houdt in alles eigenlijk heel erg offshore gerelateerd. Hele grote stuksgoederen, heel veel heavy cable laid slings en grommet slings. En hier wordt het dus ook echt gemaakt. Nou, het bijzondere klus is bijvoorbeeld het vervaardigen van van de hele grote kabelslagstroppen. Achter ligt het dan bij ons is een lengte van 280 meter. Dat is dus echt wel de langste ter wereld die vervaardigd is. Dat is voor ons een uitdaging, als groep een uitdaging, productioneel de mensen een uitdaging, voor de klant sowieso ook. En dan moet het ook gewoon keurig netjes in orde zijn. We staan allemaal voor elkaar klaar en dat is wel Hendrik Veden. Dat is echt Hendrik Veden. We hebben het toch maar weer mooi gedaan. Heel kort en bondig, maar daar komt het wel op neer en dan is het eigenlijk weer afsluiten en opnieuw beginnen. Lekker struikt nog altijd naar Rosten T55. Als dat vet heet gemaakt wordt, dan voelen wij ons helemaal thuis. Dan is een warm bad. Het product staalkabel, dat is een voor de buitenstaander elementair product, een basisproduct. Maar wanneer je wat meer verdiept in de materie, dan weet je dat het een, wat wij noemen, een engineering product is. Er zijn oneindig veel mogelijkheden.